Hoe creëren we een gevoel van thuis? En ik merk dat ik, als ik over wij praat, de ene keer zeg wij. Niet Nederlanders, wij, wel Nederlanders. Hoe krijgen we de mensen die eigenlijk bij beide werelden horen, geworteld? En hoe krijgen we voor elkaar dat mensen die hier als gast komen, de ruimte vinden en voelen om bewoner te worden? Wat ik vooral zie, is dat de mensen die hier zijn komen wonen, generaties lang hier soms ook blijven, dat iedereen wil ook echt onderdeel zijn van de samenleving, van de omgeving waar je woont. En niet alleen maar getolereerd worden of gedoogd worden of nou ja, oké, als jij je mond houdt en je gedraagt je netjes, mag je hier wonen. Je wil ook een stem hebben. Je wil ook invloed uitoefenen op je omgeving. Nou, voor de mensen die hier generaties lang wonen, van wie dit land is, mijn land, is dat heel lastig. Want dat betekent dat jouw land, zeg maar even als Nederlander gezien, gaat jouw land veranderd worden door de mensen die hier komen. En je vergeet soms dat zij jou ook iets geven, maar gewoon voor het gevoel is dat vaak lastig. De hele wereld is gewoon op drift. Mensen zijn maar heel weinig mensen op de hele wereld, relatief gezien, die doodgaan waar ze ooit geboren zijn. Ik denk dat theater een hele goede rol kan spelen om mensen met elkaar te verbinden. Omdat het de mogelijkheid geeft om op allerlei andere manieren je met elkaar te verstaan. Theater heeft niet alleen maar, gaat niet alleen maar uit van elkaar verstaan in taal, maar gebruikt zoveel andere talen. Eigenlijk zoveel andere communicatiemanieren. En ik denk dat als je dat kunt gebruiken, dat je daarmee de verbindingen met alle andere mensen die je misschien voorheen niet kende, makkelijker kunt maken.